Welkom bij Gamerset.nl, waar we eigenlijk alle grote titels voorzien van een videoreview en de titels waarvan wij denken, wat is dit vet? En dit geldt eigenlijk, Splatoon 2 valt onder beide categorieën, want Tom is nogal gecharmeerd door de verfspuit-shooter van Nintendo. Die verscheen dus op de Nintendo Switch en dat is een vervolg op Splatoon 1. Dat is logisch. Dat is best wel logisch, ja, 2. Maar die was op de Wii U en die heeft, dankzij dat hij op de Wii U was, natuurlijk niet de achterban gehad die de game misschien verdiende, Tom. Nee, het was ook een geval dat je, ik vond Splatoon 2 of Splatoon 1 al fantastisch, maar voor heel veel mensen was het ook net niet genoeg om te zeggen, kom, ik pak even zo'n Wii U erbij. Ja. Maar iedereen wil de Switch nu al eigenlijk hebben, dan komt Splatoon 2 erbij en dan heb je in één keer toch wel in één keer system seller weer te pakken. Ja. Want het is gewoon Splatoon 1, maar dan gewoon een stuk beter. Ja, maar leg eens even uit heel kort wat Splatoon is. Want als je zelf nu kijkt en je denkt, oh, ik hou van Call of Duty of van Battlefront, het is toch wel iets anders. Ja, wat Nintendo heeft gedaan is eigenlijk een shooter kindvriendelijk maken, zou je kunnen zeggen. Ze hebben ervoor gekozen om het schietspel te pakken en daar een beetje wat dingen in aan te passen. Dus het draait niet alleen maar om kills maken, maar het draait voornamelijk om natuurlijk je eigen verf verspreiden, je eigen inkt verspreiden. En dat gaat dan voornamelijk, ja, de main game mode is natuurlijk de Turf War, de grondoorlog, waar het gaat om wie zoveel mogelijk van het territorium kan claimen met zijn kleur en aan het eind van het potje wordt dan bepaald die partij heeft gewonnen. Ja, dat doe je met 4 tegen 4? Ja, 4 tegen 4 is de standaard formatie zo'n beetje. Ja. Ja, en dat is dus wel een shooter. Dus je hebt allerlei verschillende soorten gear. Je hebt verschillende soorten pistolen eigenlijk. Je hebt een Nintendo Zapper, je hebt de Splat Dualies die een soort van akimbo wapen zijn. Je hebt natuurlijk een grote rollen waarmee je zo over mensen heen kan walsen. En dat is wel leuk, het zijn meer wapens dan het eerste deel had, maar ze zijn ook beter uitgebalanceerd. Dus in het eerste deel was iedereen altijd aan het bitchen over die roller, dat die eigenlijk een beetje overpowered was. Weet je, de Splat Dualies zijn nou een soort van hard counter daarop. En zo heb je met alle bommen en alle ultimates die je kan verzamelen, heb je eigenlijk wel een beetje... Ja, je kunt overal een beetje op counteren. Ja, behalve met... Ik vond de sniper rifle heel moeilijk. De sniper rifle is gewoon blijf uit zijn zicht en gewoon ga gewoon verven waar hij niet kan komen. Want ja, weet je wel, hij kan dan misschien wel kills maken daar, maar kan hij vanaf daar de map ook? Weet je wel, dat is een keuze die je moet maken. Ga je je team supporten door te proberen kills te maken en mensen te besneaken? Of ben jij gewoon bezig met dat territorium claimen? Ja. Dat is wel een soort leuke wisselwerking. Vooral als je communicatie hebt, is dat natuurlijk heel fijn om te zeggen van, ik ga ze nou lekker in de rug pakken als jij gewoon ervoor zorgt dat wij hun territorium claimen. Ja. En dat is ook leuk, want dat is het meest visuele wat die game biedt. Je ziet waar de linie is, je ziet waar het gevecht gevochten wordt aan de hand van, oh, dit hebben zij nu allemaal geclaimd, dus dit is hun terrein. Ga je dat overnemen of ga je terug naar je eigen terrein en dat verdedigen? Ja, en daarbij komt nog een strategisch soort diep dingetje, is dat je in je eigen verf kunt duiken, dan herlaat je ook je wapen, maar je kan niet in tegenstanders hun verf duiken. Of het kan wel, maar dan ga je heel snel, of dan gaat het heel langzaam en heel snel dood. En dat maakt het dus ook heel strategisch, van je moet wel op je eigen turf als het ware je reloads. Je kunt niet zomaar hun turf in binnenlopen, nee, en dan iedereen besneaken, want dat is hun terrein. Dan moet je eerst je eigen verf gaan verspreiden, wil je hun te pakken zien te krijgen. Ik vind het heel knap van Nintendo dat zij toch altijd weer in een soort van gameplay diepgang weer kwinkslagen vinden die andere games niet doen. Het is een shooter, maar het is wel echt, ja, anders en het speelt heel fijn. Ja. Oké, okay, over dat hoe het speelt, want daar wilde ik toch nog even over hebben. Er zijn mensen die misschien de besturing wat lastig zouden vinden, want ja, je moet wel, er zit een motion control in. Ja, die kun je ook uitzetten, maar het is inderdaad wel zo dat je kunt rondkijken door ook echt met je controller te bewegen, of natuurlijk met de Switch helemaal handig, je kunt de hele tablet bewegen en daarmee rondkijken. Is dat iets voor jou? Ik vond het persoonlijk, het is heel fijn voor het tilten, voor het naar boven en naar beneden snel even kijken. Van, oh, even snel naar boven flikken of naar onder flikken als je die verf daar wil verspreiden of zo. Ja. Maar het rondkijken zelf, ja, ik vond het persoonlijk niet fijn om recht voor een scherm te zitten en dan te gaan draaien met de controller om de blik daar aan te passen. Maar in de handheld vorm heb ik het dan wel weer aangezet. En dat is ook fijn dat je zelf mag kiezen hoe ver je het wil in de handheld vorm en hoeveel je tabletop wil of in de docked modus. Maar ik heb dus gemerkt dat ik vooral in de handheld modus vind ik het wel fijn om een beetje rond te kunnen kijken, want dan draai je het scherm ook echt mee. Ja. Beetje VR-achtig, je draait mee, wow, met je eigen, wow, scherm natuurlijk. Wel, ja. Ja, komt het wel op neer, maar als het scherm recht voor je staat en het is statisch, dan ga ik niet met die controle, want dat voelt heel counterintuïtief. Als Call of Duty. Ja, nee, ja, precies. Maar goed, okay, je kunt daarin wel, het is wel heel netjes dat ze die statistieken geven en dat je dat heel gemakkelijk aan kan passen van ik wil het docked zo en ik wil het in de handheld modus wil ik het zo en zo. Ja, nog één dingetje waar ik het over heb en dat is, de Wii U heeft niet gedaan wat hij moest doen en je ziet daardoor nu een aantal games op de Nintendo Switch verschijnen met een DX erachter, een deluxe editie. Mario Kart 8 Deluxe, Pokken Tournament Deluxe komt eraan
Dat zijn eigenlijk de games van Nintendo. Want ja, die hadden meer mensen moeten spelen, maar niemand had een Wii U. Kom naar de Switch. Ja. Dit noemen ze echt Splatoon 2. Ja. Wat rechtvaardigt dit dat dit geen Splatoon DX is? Nou, natuurlijk, ze hebben de nodige tweaks gemaakt in de wapens. Er is meer balans, er zijn meer wapens, er is meer mogelijkheid. En het is natuurlijk ook, weet je wel, ze hebben de feedback genomen op Splatoon 1 en daar iets mee gedaan voor Splatoon 2. En dat is bijvoorbeeld ook de story mode. Er is een duidelijkere, grotere campaign. Het draait niet alleen om die turf war, maar het draait ook omdat jij, ja, het is heel erg Nintendo-achtig. Er zijn verschillende werelden en dan zijn kleine subwereldjes waar je dan ingaat. Daar doe je wat opdrachtjes. Kun je met de verschillende wapens doen. En het leuke is ook, als je die veel doet en je doet bijvoorbeeld alle levels met één wapen, dan krijg je dat wapen automatisch in de multiplayer. Dat soort kleine dingetjes linken die singleplayer aan de multiplayer. Het is geen gigantisch verhaal of heel episch of zo, maar het is wel heel leuk. Het leert je de basics kennen, ja. En het leert je met de verschillende wapens omgaan. En dan ook nog eens een keer iets van de lore en het achtergrondverhaal van Splatoon leer je dan een beetje kennen. De canon van Splatoon. De canon van Splatoon, zoals het ook inderdaad in de novelles te lezen is. Er komen comics van Splatoon, manga's. Oh, dat is heel vet. Dat is waar. Ik wil alleen wel even één nadeel aanpunten. En dat is dat Nintendo heeft ervoor gekozen om toch zeg maar voice chat erin te verwerken. Want dat had Splatoon 1 natuurlijk niet. Maar met Splatoon 2 doen ze dat met de app die los te verkrijgen is en die dus ook gewoon op jouw mobiel draait. Ja, maar dat doet Nintendo met alles. Ja, maar ik weet niet in hoeverre dat een slimme keuze is. Ja. Want het is, je hebt dan je handheld of je Switch staat daar. En dan los daarvan moet je dan met een headset die aangesloten is op je mobiel, moet je weer de voice chat gaan poweren. En dan krijg je dus ook dat de game audio komt over het ene ding en je chat audio komt over het andere ding. Ja. Dus liever zou je daar intern iets voor zien dat je er een headsetje in kan prikken. Maar we weten niet of de Switch een driepolige midi jack ondersteunt en dus ook een microfoon erin kan gaan. Nee. Dus wat dat betreft maar is dat is meer een review van de Switch zelf. Misschien moet je er een column aan wijden. Ja, nou, maar ik daar zou kunnen het de makers van Splatoon natuurlijk niet zoveel aan doen, want die zitten gewoon vast aan een structuur die Nintendo. Ja, maar toch, die app is een beetje, dat is wel heel erg omslachtig. Er worden nu ook al. Ik was nog best wel enthousiast over die app namelijk toen we in de auto zaten. Nou ja, het leuke is, de app hebben ze wel leuk opgezet in dat het een feit is van het is een Nintendo Switch app en daar zitten alle online wereldjes op. Dus er is een splat wereld met je statistieken. Je kunt daar kleding bestellen voor je Inkling Girl of je Inkling Boy natuurlijk. Dat hebben ze allemaal heel leuk gedaan. Maar dat de voice chat er overheen moet is gewoon niet handig, want dan heb je twee losse apparaten. En wat je nu dus ook ziet is dat derde partijen, zoals bijvoorbeeld Hori, die maken een soort van docking stations waar, weet je wel, je de Joy-Cons in kan doen, maar dan ook je mobiel in kan klikken, zodat je een handige pol hebt. En dan moet je dus iets met een splitter gaan doen met de audio, dat je de game audio en de chat audio bij elkaar kan krijgen. En dat is gewoon te omslachtig, denk ik. Ja. Duidelijk verhaal. Mocht jij alles willen weten over Splatoon 2, kom heel snel terug op gamers.nl voor de geschreven review. Want dan is Tom ook uit voor cijfer, want die weet je nu nog niet helemaal. Het wordt waarschijnlijk wel positief. Het wordt waarschijnlijk, ik ben er heel erg goed over te spreken. Ja, precies. Maar check dat vooral in de geschreven review heel snel. Dan gaat Tom in echt op alle facetten van Splatoon 2. De rest mij niks meer dan te zeggen. Bedankt voor het kijken. En wil je meer weten, eigen content, leuke prijsvragen, maar natuurlijk ook heel veel reviews over allerlei soorten games, check vooral heel vaak gamersnet.nl. Dankjewel Tom, dankjewel kijkers. Tot snel. Dankjewel Peter. Dat is ook wel belangrijk, toch? Ja. Je hebt het een beetje aan elkaar genoemd. Ja, je was erbij. Ja, was ik wel goed. Je was wel...